En we hebben cijfer 4. We hebben alle kleurtjes nodig. Geel, oranje, rood, groen en blauw. En dat 2 rijtjes. Daar gaan we. Alles moet zichtbaar zijn, dus alles brengen we naar de zwarte kant. En 2 keer omwikkelen. Daar gaat hij. 1. Draadjes eruit halen. 2. Draadjes eruit halen. Als je 2 keer omwikkeld hebt, vasthouden hier beneden. En kijken wat moeten we nu doen. We hadden 2 keer deze. Nu gaan we naar 2 keer rood. Alleen rood. Dus geel en oranje brengen we terug op het kartonnetje. Rood mag blijven op het zwart. Of jouw dominante kleur. En dan houden we deze 4 aan deze kant over. Zo ziet het eruit. En we moesten 2 keer. Dus 1 en 2. Vasthouden. Even met draadjes eruit halen. 2 keer hadden we gedaan, dus we schuiven op. En nu moeten we alleen geel, oranje, rood 2 keer. Dus geel en oranje gaan deze kant op. Dan ziet het er als volgt uit. Groen en blauw op je kartonnetje of plasticje. De andere 3 hierboven. En die moest 2 keer. Dus daar gaan we. 1. En 2. Je houdt hem beneden vast. Even mijn draadje een beetje losmaken. Dat heb je dat je draadje anders helemaal in elkaar gaat zitten. Nou, nu gaan we alle draadjes naar voren brengen, want we zijn klaar met de letter. Dus we brengen alle kleurtjes naar voren. Zorgen dat die mooi op een rijtje ligt. Blauw en groen. Alles zit hier in elkaar gedraaid zoals je ziet. Dus dat moet je zorgen dat het netjes ligt. Want dat zie je terug op je armband als je dat niet doet. Kijk. Ze liggen weer op een rijtje. Oranje een beetje eigenwijsjes. Hij ligt nu goed. Ik vind deze nog een klein beetje opschuiven. Kijk. Nou ligt die netjes. En dan 2 keer. Want ik wil graag een even aantal tussen alle letters hebben. En bij mij is dat 2. Bij jou mag het ook 3 zijn of 4. Moet je zelf maar even uitvogelen wat je mooi vindt. Ik vind 2 heel erg mooi. Kijk. 2 keer zwart ertussen. En we hebben een mooie 4. Ik vind hem goed gelukt. Bedankt voor het kijken. En graag tot het volgende cijfertje.